Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik moest even denken. Het is vandaag vrijdag. Ila gaat straks naar het kinderdagverblijf. Janee moet ik straks nog even voeden, want die ligt nog te slapen. Maar ja, wij zijn in ieder geval al gereed om te gaan. En ik moet vandaag gewoon thuis werken, nog wat dingetjes afronden. En ja, dan kan het weekend zeg maar daarna beginnen. Maar goed, dat is een beetje de planning. Ila die zit nog een beetje... lekker te ontbijten en ik weet niet wat jij hebt gedaan, maar hij heeft dus zijn iPad daar neergezet, zodat hij op de iPad kan kijken. Ja. Is niet te ver weg? Nee. Nee, je kan het wel goed zien? Oké. Oh, ontbijtkoek met chocopasta. Had je zin in, hè? Ik moet er even weg, toch? Nu zit ze haar wel echt... heel mooi op de een of andere manier. Iets dichter dan toen hij van de kapper kwam. Is het mooi hoor, schat? Ga even kijken. Oh, ga je even kijken. Janee, die ligt nog als een prinsesje te slapen. Dus die ga ik even wakker maken. Hey, Moppie. Ga je wakker worden? Hey. Wij zijn klaar om te gaan. Janee ligt hier in de wagen al. En we hebben straks ook een intakegesprek voor Janee bij het kinderdagverblijf om 9 uur. Dus ik dacht van dan zet ik Ila gelijk eerst af. En dan daarna dus door naar het gesprek. Want Janee die gaat per 12 februari gaat ze daar elke maandag en donderdag naartoe. Dus ik vind het wel heel spannend. Want het is voor het eerst dat Janee überhaupt naar een opvang gaat. Maar ook voor het eerst dat we zo vroeg al naar een kinderdagverblijf gaan. Want Ila die ging met 7 maanden pas naar de gastouder. Omdat Maarten en ik daarvoor eigenlijk heel goed konden afwisselen. En nu is het dan toch de tijd dat Janee wel naar het kinderdagverblijf gaat. Ik ben weer thuis. Ik ga even douchen. Want Janee die slaapt nu nog. Dus dat komt nu wel even goed uit. En dan ga ik daarna editen voor de bevallingsverhaalvideo zeg maar. Die heb ik voor jullie gisteren opgenomen en die ga ik vandaag dan editen. Dus dat moet ook nog even gebeuren. Ik heb mezelf even gefatsoeneerd. Ik heb weer een keertje mijn krullen. Ze zitten niet helemaal zoals ik wil. Ik had gewoon even snel gedaan, dus dan zakt het vaak sneller in. Maar ja, het is even niet anders. Janee die valt nu bijna in slaap, dus dan kan ik mooi verder... Oh god, dat moet ik ook nog doen. Ik moet ook nog een deel van mijn administratie alvast doen, omdat wij natuurlijk... voor de hypotheekadviseur willen we zoveel mogelijk dingen aan kunnen leveren. Dus onze boekhouder die gaat ook eerder met ons jaarverslag of jaarrapport aan de slag, zeg maar. Zodat we dat in ieder geval aan de hypotheekadviseur kunnen geven voor als we dan straks een huis hebben gevonden. Dan is het dan in ieder geval sneller geregeld allemaal dan wanneer we op dat moment, wanneer we een mooi huis hebben gevonden, dat we dan nog alles bij elkaar moeten zoeken en de boekhouder nog alles voor ons moet klaarzetten. Dus dat ga ik straks sowieso nog even doen voor het weekend, want hij gaat er dit weekend mee aan de slag, zei hij. Dus het zijn allemaal een beetje administratiedingetjes, editen. En nog één ding wat wel leuk is. Ik ga straks een cadeautje bestellen, alvast voor Valentijn. En ik laat jullie straks zien hoe ik dat ga doen. Deze jonge dame gaat zo lekker slapen, hè? Oh, toch niet? Toch niet? Meestal heeft ze alleen haar speentje als ze eventjes moe is of zo. Dus dan heeft ze al gedronken. En dan is ze moe aan het worden en dan wil ze gewoon lekker sabbelen om in slaap te vallen. En dan in de tussentijd, wanneer ze eenmaal slaapt, dan spugen ze hem eigenlijk alweer uit. Ik heb gewoon even een comfy setje aan. Deze trui is volgens mij van Sarah. Mijn broek weet ik eigenlijk niet. En ik moet nog even sokken aandoen. Maar dit is wel even prima zo voor thuis. Ik zie hier echt op mijn laptop allemaal van die krasjes of zo. Maar ik kan het niet wegvegen. Ik denk echt dat het komt omdat je natuurlijk zo een beetje je laptop... Ja, ik weet het eigenlijk niet of het daardoor komt. Echt heel gek. Ik probeerde het net al met een doekje weg te vegen. Maar het blijft een beetje hier ook allemaal... dingetjes die ik gewoon niet wegkrijg. Heel apart. Maar goed, mijn bevallingsverhaal ga ik later even editen. Wat is dit? Geen idee wat dit is. Kijk hier, die tekst hier. Dit is nog van kerst en oud en nieuw, zeg maar. Had ik deze tekst erop gezet. Maar hier moet eventjes een nieuwe quote. Misschien weten jullie een leuke quote. Zet maar in de comments die ik hier kan zetten. Ik heb echt alle letters, comma's, uitroeptekens. Die heb ik allemaal hier. Dus laat het maar weten of jullie iets leuks kunnen bedenken. Dit is echt een oude foto van Maarten en mij. Volgens mij gingen Maarten en ik hier nog niet eens zo heel lang. Volgens mij hadden we Ila nog niet eens hier. Nog even terugkomend op Valentijn. Meestal elk jaar
kopen Maarten en ik wel een kleinigheidje voor elkaar. Of we gaan lekker uit eten. Of we plannen iets in voor ons samen. En dat kan op dezelfde dag zijn. Dat kan ook bijvoorbeeld de week daarna zijn. Wat ons het beste uitkomt. Met Valentijn dan zijn het vaak gewoon de kleine dingen die ertoe doen. En soms dan twijfel ik heel erg van ja, wat kan ik nou dit jaar voor hem halen? Ik wil niet elk jaar weer hetzelfde kopen bijvoorbeeld. Dus nu heeft Hallmark, die hebben een hele leuke Valentijnstest. Die ga ik straks even laten zien. Ze hebben zeg maar een Valentijnstest geïntroduceerd om het jou makkelijk te maken om om attent te zijn en een leuk Valentijnscadeau te kunnen kopen voor je geliefde. En dat kan natuurlijk iedereen zijn. Dat kan je moeder zijn, dat kan je zus zijn. Dat kan een hele goede vriendin zijn of je partner in dit geval voor mij dan. En deze Valentijnstest is dus eigenlijk een hele makkelijke test om in een paar klikken eigenlijk te weten van wat jij voor je Valentijn kunt halen. Heel veel mensen denken als je Hallmark hoort, dan denk je eigenlijk aan kaarten. Dat had ik in het begin ook. Ik moet zeggen dat ze ook hele leuke kaarten hebben, maar daarnaast hebben ze ook heel veel leuke cadeaus. Dus voor speciale gelegenheden of als je een keertje heel random iets voor iemand wil kopen. En in dit geval dus voor Valentijn hebben ze ook hele leuke cadeaus. Ik zal de test wel even laten zien. Kijk, zo ziet de website eruit. De link van de test zal ik wel eventjes in de beschrijving zetten, maar dit is de pagina. Dan heb je Hallmark. Nou, voor elk type Valentijn de perfecte verrassing en doe hier de test. Dus ik ga nu de test doen en ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen, want ja, ze hebben allemaal kleinigheidjes die je dus zou kunnen geven. Zijn jullie lovers of is het vriendschappelijk? Nou, wij zijn lovers. Dan de volgende vraag. Zijn jullie op een spannende ontdekkingsreis of stroomt de liefde al jaren door jullie aderen? Nou, wij zijn al jaren op pad. Vraag 3. Is je Valentijn een zorgzaam type of een gezelschapsdier? Eigenlijk een beetje allebei, maar Maarten die houdt wel echt van gezelschap. Dus ik denk dat ik dan toch voor gezelschapsdier ga. Wil je kans maken op een diner voor 2 ter waarde van €150? Dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Dan kun je je e-mailadres hier invullen. Maar in dit geval ga ik gewoon direct naar de uitslag. Hier, dit is gewoon optioneel, zeg maar. Dus hier, jij bent mijn bruisende Valentijn. Dit is mijn uitslag. En daar komt dus uit... Jouw type Valentijn is een bruisende Valentijn. Je weet precies wat je aan elkaar hebt en de vonken spatten er vanaf. Jullie vieren de liefde elke dag. Proost! Dus in dit geval een lekker flesje champagne. En dat klopt ook eigenlijk wel. Maarten en ik die houden er wel van om 's avonds zo nu en dan gewoon lekker champagne open te trekken. En dan gaan we gewoon samen chillen op de bank. Hier heb je trouwens ook alle Valentijns cadeaus dan. Hier, oh, chocola, bloemen. En je hebt dus verschillende categorieën waarop je uit kunt komen. Dus in dit geval Maarten en ik kwamen op bruisende Valentijn uit. Maar je hebt ook de bloeiende Valentijn. Dus als het bijvoorbeeld nog een beetje nieuw is. Jullie zijn bijvoorbeeld net aan het daten. Of een nieuwe vriendschap. Dus dat het allemaal nog een beetje vers is. Je hebt ook een forever Valentijn. Dus bijvoorbeeld je zus of je broer, moeder. Wie dan ook. Iemand die echt natuurlijk voor altijd in jouw leven zal zijn. En dan heb je ook nog de hartelijke Valentijn. En dat is echt in het teken van vriendschap. Dat jullie altijd voor elkaar klaarstaan. En dat je daar dus dankbaar voor bent. Maar ik zal de link van de test even in de beschrijving zetten. Mocht je de test dus willen doen. Dat kan tot en met 13 februari. Maar ik zou het lekker daarvoor doen. Dan ben je nog op tijd. En wie weet zie je daar wel een leuk cadeau voor jouw partner of voor jouw moeder of je zus of voor wie dan ook. Iemand die jou heel erg dierbaar is. En dat is natuurlijk altijd wel leuk om diegene op die manier te verrassen. En dat is ook wel leuk van Hallmark dat ze op die manier eigenlijk ervoor zorgen dat jij als kijker, in dit geval van mij, dat je dus attent kunt zijn voor jouw dierbare. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik denk dat ik die champagne trouwens mee ga nemen, want wij gaan ongeveer een week later, na Valentijn, of anderhalve week later, gaan we lekker een hotelletje pakken weer gezellig samen. Of we drinken het met Valentijnsdag zelf gewoon 's avonds lekker thuis. Even kijken wat we gaan doen. Janae die is inmiddels al lekker in slaap gevallen. Lekker te dutten. Ik had dus net dat intakegesprek bij ons kinderdagverblijf. Of tenminste ons kinderdagverblijf waar Janae dus nu ook naartoe gaat. En ging gewoon heel goed. Ze gaat dus elke maandag en donderdag daar naartoe. En ze gaat eerst, één maandag en een vrijdag gaat ze daar wennen. Want dat komt ons qua dagen het beste uit. En daarna gaat ze gewoon hele dagen. Echt spannend. Ik maak me ook geen zorgen, want met Eli ging het daar ook altijd goed. En ja, het is een hartstikke leuk team, zeg maar, die heel goed zijn met die kindjes daar. Dat scheelt voor mij ook, want anders moet ik zeg maar tussendoor... Stel je voor, ik heb nu
voor volgende week een afspraak. En dan kan ik nog niet echt officieel bevestigen, omdat ik eerst een oppas moet regelen dan natuurlijk, voordat ik dat kan bevestigen. Nu is het voor mij dan in ieder geval al makkelijker dat ik in ieder geval weet van oké, die maandag en de donderdag, mocht ik afspraken hebben buiten de deur, dan kan dat ook gewoon. In plaats van dat ik tussendoor eerst een oppas moet regelen en zo. Dus nee, dat is wel handig. En ik kan natuurlijk op die dagen dan lekker werken. En op de donderdag zijn Ila en Jené dan samen op het kinderdagverblijf. Dus dat is ook wel leuk. Dan ziet Ila's zusje daar ook nog. Ik dacht, dat doe ik wel even. Maar ik had het aantal bonnetjes een beetje onderschat, zeg maar. Dit is nog maar van 1 kwartaal. Dus dat moet allemaal nog gebeuren. En in de tussentijd is deze ook alweer wakker. Dus ik kom er niet echt aan toe zo. Ze is zo actief al met haar handjes en zo. Ze wil echt alles ontdekken. Je merkt ook echt dat ze toe is aan speelgoed en ja, dingetjes om vast te houden. Het is echt alles wat geluid maakt, vindt ze ook helemaal geweldig. Maar het is ook wel de leeftijd natuurlijk dat ze dat nu allemaal een beetje gaan ontdekken. Dit is voor jou altijd wel leuk, hè? Nee, zo gaat het dus altijd. Dan denk ik van oké, nou dan kan ik mooi nu eventjes editen of iets anders doen, zeg maar, wat nog moet gebeuren. En dan wordt zij inmiddels alweer wakker. Dus daarom is het wel fijn als ze straks naar het kinderdagverblijf gaat. En ik wil ook niet meer dan 2 dagen. Want de rest van de dagen red ik het wel, zeg maar, om tussendoor nog dingetjes te doen. Maar het is gewoon fijn om in ieder geval 1 à 2 dagen te hebben. Waarop je zeker weet van oké, die dag kan ik afspraken buiten de deur maken. Dus ja, het is dat je bij het kinderdagverblijf niet 1 dag kan afnemen. Dus we moesten zeg maar voor haar wel 2 dagen doen. Dat hadden we met Eli ook hoor. En eigenlijk is het ook wel prima, want dan leert ze een beetje ook met andere kindjes te spelen straks. En met Eli heeft het ook gewoon heel veel goeds gedaan, heb ik gemerkt. Het is gewoon heel fijn voor kinderen om onder elkaar te zijn. En hoe graag ik er ook thuis wil houden natuurlijk het liefst, maar soms kan dat gewoon even niet anders. Dus dan vind ik 2 dagen vind ik echt nog wel meevallen dat ze dan op het kinderdagverblijf is. Maarten die is ook weer thuis. Gelijk knuffelen met deze prinses. Ila die is inmiddels ook thuis. Die gaat gelijk kleien. Want die had kleien. Wie was er jarig dan, Ila? Olivier. Oh ja, tuurlijk. Olivier was jarig, hè? Papa die is aan het airfryen. Nee, maar. Ben je er blij mee? Nee. Eigenlijk nooit. Elke dag is die aan het airfryen. Maar ik wel dat ik gesponsord door Philips. Ja, echt. Ze heeft echt wat met dit handje. Ze zit me de hele tijd te slaan. Maar ze zitten ook aan het trekken. Ja, ze zit te trekken aan mama. Kijk zo. Hop, hop. De hele tijd. Waar zitten ze dat de hele tijd in? Kom Wij zitten nog even op de bank. We gaan de Voice kijken. En ik moet in de tussentijd ook nog een beetje editen. Want de zwangerschapsvideo. De bevallingsverhaal video, zeg maar, die is nog niet af. Dus dat moet ik nog even doen. En morgen gaan wij naar Belorig. Maar dat ga ik niet vloggen. Dan kan Ila weer even zijn energie kwijt. En ja, verder niet echt veel bijzonders. De volgende video wordt in ieder geval een vlog volgens mij weer. Zo uit mijn hoofd. Dus jullie zien ons dan weer. Dus doei doei.